Welkom bij de yoga in Deventer en omgeving. Vandaag wil ik het met jullie hebben over een, ja, toch wel een taboe bij de yoga. En dat is namelijk de seksyoga. In India, als ik daar kom, dan zie je gewoon, ja, erotische afbeeldingen bij de tempels enzovoort. Daar is seksualiteit en yoga helemaal met elkaar verbonden. Maar hier in Nederland, als je yoga oefeningen geeft voor het tweede chakra, het bekken, dan wordt er al heel snel gezegd van oei, dat is seks, of is dat geen seksyoga enzovoort. En ik wil vandaag eens dat taboe een beetje doorbreken door wat voordelen te zeggen. Kijk, als er blokkades zijn in het bekken, de onderrug, de bekkenbodemspieren enzovoort, dan kun je natuurlijk ook wel begrijpen dat de energie in dat gebied ook veel minder doorstroomt. Dus daarom hebben wij ook heel veel de buikademhaling, onderrug yoga, tweede chakra yoga enzovoort. En dat tweede chakra staat ook voor genieten. Van, kun je genieten van seksualiteit, van gevoelens, van emoties, van de gevoelens, nou ja, de vlinders in het bekken enzovoort. Dus seksyoga, daar maak ik mij al jaren sterk voor. En dat wordt ook heel veel gecombineerd, en zo ben ik zelf ook begonnen, met tantra namelijk. Tantra betekent weven in elkaar. En de tantra en de yoga is een hele mooie combinatie. En de laatste tijd zie ik ook heel veel privélessen. Mensen die komen voor privéyoga, voor de seksyoga. En dat zijn ook vrouwen die vanuit hun cultuur niet kunnen genieten van de yoga. Zoals als moslimvrouw moet je maagd het huwelijk in. Dus er zijn genoeg vrouwen die tot hun 35ste, als ze nog niet getrouwd zijn, nog eigenlijk nooit hebben kunnen genieten van seksualiteit. En dat zijn die taboes die nog heel weinig bekend zijn in Nederland. Wil jij iets doen aan genieten? Aan seksualiteit, aan de tweede chakra-energie laten doorstromen, enzovoort, enzovoort. Neem dan eens een seksyoga-les. En de intake is altijd gratis. Welkom op de yogamat bij de seksyoga.